stil. Ja, maar... Het is al zeker een half uur geleden dat er hier nog iemand iets gezegd heeft. Ja, maar kind, ik moet hier tellen hoor, want het is zo'n ingewikkeld patroon. Ja. Twee steken averechts, één steek rechts, één afsteken en twee herhalen. Oh, ja. Maar het is uw onkel die van heel de avond zijn mond nog niet heeft opengedaan. Matthias, scheelt er wat? Matthias, ik vraag of er wat scheelt. Kippen? Kippen? Matthias! Wel, wat is er gebeurd? Niks. Maar het is hier zo rustig. Ja, vind je dat? Ja, maar Janneke zegt ook dat het hier zo stil is. Jij bent toch alle twee aan het babbelen? Ik ben mijn gazette aan het lezen. Als je wilt, zal ik haar op voorlezen. Ja, liefst niet, onkel. Je leest toch maar alleen de politiek en daar versta ik niks van. Dat is een geluk, kind. Niemand verstaat er iets van. Als ze dat allemaal moesten verstaan, dan zou er geen politiek zijn, zeg maar, dat ik het gezegd heb.